Vandaag gaan we het hebben over seizoensopeningen. Na 4 gespeelde wedstrijden mag je daarover wel een balans op maken. AZ kent met 7 punten uit 4 duels de sterkste seizoensopening sinds 5 jaar. In het seizoen 2011-2012 werden 9 punten gehaald. Vorig jaar waren dat er bijvoorbeeld maar 2. AZ kende in het seizoen 2005-2006 de beste seizoensopening van deze eeuw. Toen werden de eerste 5 wedstrijden gewonnen. Ook opmerkelijk, AZ is met een heel sterk kalenderjaar bezig. In heel 2016 speelde AZ 27 wedstrijden. En in die wedstrijden werden liefst 60 punten gehaald. Een gemiddelde van liefst 2,22 punt per wedstrijd. Vooralsnog kende AZ alleen in 1980 een beter gemiddelde. Al met al fraaie statistieken.